weet. Doe een pot soep, hè. Goedemorgen, broeders en zusters. Hartelijk welkom in onze christengemeente Bunde Meerse. Ook namens de heer van Amstelheden welkom, onze gastpredikant. Ik ga een klein stukje lezen van deze morgen. En dat gaat over Jezus. O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt uw naam in het oor. Wat betekent het dat Jezus is besneden? Allereerst dat hij geboren is als een zoon van Abraham, Isaac en Jacob. Een zoon van het aloude verbond. We kunnen ook zeggen, Jezus was een Jood en door Jozef en Maria is opgevoed. Volgens de regels en richtlijnen van de Torah. Mooi is dat. Jozef en Maria, de mensen die van Gods wegen de zorg over dit kind mogen dragen, voeden hem vanaf de meet aan in de geloofstraditie van zijn volk. Daar hoort ook het verbondsteken van de besnijdenis bij. Op de 8e dag, dan klinkt ook veelbelovende naam die tevens zijn levensprogramma is. Jezus, de eeuwige, zal verlossen. Gezegend zijn zij wanneer onze ouders ons zo van meet af aan in de geloofstraditie hebben ingevoerd. Door ons vertrouwd te maken met de woorden van gebeden en liederen. Of dat ze ons al lang, al jong, de verhalen uit de Bijbel meegaven. Ja, dat is fijn als je het meegekregen hebt, broeders en zusters. Dit is even een voordeel. Ja, ik durf niet te zeggen, misschien ook een nadeel. Maar het is wel een voordeel als je het kind ervan de waarheid krijgt meegegeven. Ik heb ze niet meegekregen. Maar dat zijn mijn ouders ook niet schuld. Dat zijn weer de leiders schuld. Van het katholicisme. Want als wij de woorden wat ik hier 20 jaar geleden ontvangen had in de katholieke kerk, dan zaten misschien nog daar. Maar dit zou niet moeten zijn, Godzijdank, dat God ons de weg beide gewezen heeft, hier naartoe. Want het gaat niet om dit of dat, het gaat om Gods woord. Om de kruisiging van Jezus Christus. Mensen, daar gaat het toch alleen maar om. Over het, die dood aan de weg van de geboorte van die verlosser Jezus Christus. Tot het einde toe aan het kruis. Toen ik daar ben over gaan nadenken. En ook over die twee, ja, ik zeg maar moordenaars die met Jezus gekruisigd waren. Dat ene zei op het laatste. Als u komt bij uw vader in de hemel, denk aan mij. En dan heeft Jezus, denk ik toch misschien, medelijden met die jongen gekregen. En dan zei hij ook de woorden. Dan misschien zeg je mijn gedachte wereld maar. Als ik heden bij mijn vader kom, ben die ook daar. En daarom denk ik toch, mensen, het is een voordeel, wat ik juist even zei, voor- en nadeel. Het is een voordeel als je van het kind af aan de waarheid krijgt, vertelt. Gods woord. Maar je ziet wel, die man heeft nooit het woord gehoord misschien. En we worden toch aangeraakt door de verlosser Jezus Christus. Dat is waar ik over denk. En er is met vele dingen waar het geloof in de wereld wordt gebracht. Die vertelt dit, die vertelt dat. Het is gewoon weg. Geloof in het woord. Geloof in de kruisdood van Jezus Christus. En daar is waar ik mijn vasthoud, mensen. Daar heb ik mijn vreugde in. De vreugde in de verlosser Jezus Christus. Meer kan ik niet zeggen.
Dat is mijn leven. En houd mij vast dat hij mij komt halen. Van deze, ja, misschien zeg ik het weer te veel, waardeloze wereld. Want de wereld op het ogenblik, niet hier in Nederland, wij moeten ook luisteren. Luisteren, die moeten ons het voorbeeld geven. Onze leiders in Den Haag. Ze zijn het allemaal hetzelfde. Er zijn maar een paar mensen, een paar partijtjes, wat het goed voor hebben. Maar die krijgen geen poot in de grond door die andere boefjes wat er zitten. Ze moeten ook maar ja knikken, als zijn ze vooruit. Mensen, daar heb ik moeite mee. En ze zijn overal in de wereld. Maar we hebben allemaal, door onze lieve Heer, hebben ze de vrije wil gekregen. Om te leven hoe ze willen. Maar de wereld, mensen, is op hol geslagen. Overal ter wereld. Want waar is nog... Ik heb het nog vanmorgen met mijn vrouw erover gehad. Toen we het nadenken, daar waren over. Ze maken zich druk over de ISIS-mannen, wat terug moeten komen. Dat zijn moordenaars bij hun. Dat zullen ze ook zijn. Maar niemand, niet veel mensen, wat daarboven zitten in de regering, die maken zich niet druk over het abortus wat zij ingevoerd hebben. Onze leiders. Hier worden ook 30.000 moorden gedaan. Want dit is in mijn wereld, gedachtenwereld, zijn het moorden. Abortus. Dat kan toch niet? En daar moeten wij naar luisteren. Daar zul ik het maar. Ik luister niet ernaar. Ik heb niks op met die hele regering niet. Op die paar goede partijen waar er zitten. Mensen, ik dank u even voor de aandacht. De heer Amsterdam is voorgaan aan de samenkomst. Laten we hopen dat dat het enige is dat er vanaf valt, want er staat ook nog water onder. Goed. Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn om weer hier in jullie midden te mogen zijn. Fijn om weer hier in jullie midden ook Gods woord te mogen verkondigen. Voordat ik het ga vergeten, ik hoop het straks nog een keer te herhalen hoor, maar komende woensdag 1 januari is er ook een dienst hier om 11 uur. Dus goed om te onthouden, niet om 10 uur, maar om 11 uur hoopt dominee Bos hier voor te gaan. We willen graag samen deze dienst gaan beginnen met het zingen van een tweetal liederen. En die gaan we achter elkaar zingen. En we willen dat graag samen rechtstaande gaan doen. Het eerste lied is: Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam, ik zal er zijn. En het tweede lied is: Licht van de wereld. Thank you.
We willen ook samen een stil moment houden voor het aangezicht van God. Amen. We willen samen de hulp van de Heere verwachten, omdat we het vaak zelf niet kunnen. Onze hulp is in de naam van de Heere onze God, de schepper van hemel en aarde, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Daar willen we als antwoordlied samen op zingen. Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart. We hebben als christelijke gemeentes en kerken over heel de wereld de goede gewoonte om op zondagochtend ons geloof te belijden op de een of andere manier. Bij ons in de gemeente in Tongeren zijn we dat gewoon om te doen vanuit de apostolische geloofsbelijdenis. En ik zou dat graag deze morgen ook willen doen, omdat het zo mooi aansluit bij de prediking. Ik wil met jullie even lezen de apostolische geloofsbelijdenis. En daar lezen we: ik geloof in God, de Almachtige Vader,
schepper van de hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here. Die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Die nedergedaald is ter helle. De derde dag verrezen uit de doden. Die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. De vergeving van de zonden, de opstanding van het vlees en het eeuwige leven. Amen. We willen samen gaan zingen Psalm 105, de versen 1 en 3. Dan willen we samen de Heere bidden en danken. Trouwe en hemelse Vader, dank u wel. Dank u wel dat we hier deze morgen samen mogen zijn om uw woord te openen. Dank u wel dat we samen mogen zijn om u te aanbidden en te prijzen voor wie dat u bent. Om u te danken en tot u te bidden. En dank u wel, Vader, dat we dat met elkaar mogen doen. Verbonden met elkaar, door uw woord, door uw geest. Vader, dan mogen wij u bidden. Vader, wilt u deze morgen met ons meegaan, met uw Heilige Geest. Ons uw leiding geven. Dat we uw woord tot ons mogen nemen tot bemoediging, opbouw en vermaning. Dat we uw woord mogen begrijpen en verstaan. Vader, dat uw woord gesproken mag worden zoals u het wil. Vader, we mogen u danken dat we hier bij elkaar zijn als allemaal mensen. Ieder van ons verschillend. Soms, Vader, misschien wel verschillend dat we tegen elkaar aanlopen. Of elkaar voor het hoofd stoten. Vader, wilt u ons dat dan vergeven? Vergeef het ons, Vader, als we elkaar als mensen soms niet kunnen verdragen. Help ons dan om liefde naar elkaar te tonen. De liefde waar u in uw woord over spreekt.
En vergeef ons dan, Vader, die dingen die we allemaal fout doen. Want u weet het. Keer op keer opnieuw gaan we als mensen weer de fout in. Doen we weer zonde, Vader, omdat we het alleen niet kunnen. Help ons dan. Want met uw kracht, Vader, kunnen we dat wel. De levensweg van de Bijbel bewandelen. Vader, help ons dan daarbij. En vergeef het ons als we de fout ingaan. Schenk ons de genade waar uw Zoon, de Heer Jezus Christus, voor naar deze wereld is gekomen. Dank u wel dat we recent het kerstfeest hebben mogen vieren, hebben mogen gedenken. Hoe dat Christus naar de aarde kwam in alle nederigheid, om uiteindelijk aan dat kruis voor ons te gaan sterven, tot vergeving van al onze zonden. Dank u wel dat u ons daar elke dag opnieuw aan wil herinneren door uw woord. En help ons dan, Vader, om elke dag uw woord te openen en als bemoediging tot ons te nemen. Vader, we mogen nu ook bidden. Bidden voor de komende jaarwisseling. Vader, we willen toch zorgen dat alles veilig zal gebeuren. Vader, dat er niet opnieuw zoveel slachtoffers zullen vallen. Vader, we mogen nu u bidden. Of u die tijd van jaarwisseling voor ons tot een moment van evaluatie wilt maken. Een moment waar we mogen leren en groeien. Een moment waarin we dichter naar u toe mogen groeien. Maar we mogen u ook bidden voor de dienst die woensdag dan gehouden wordt. Met uw zorgen, Vader. Dat we veeltallig aanwezig mogen zijn. Ja, Vader. Om u te loven en te prijzen. En om samen met u een nieuw jaar te beginnen. Niet alleen, maar samen met u als gemeente. Vader, voor dat alles, daarvoor mogen wij u bidden en danken. In Jezus' naam en uit genade alleen. Amen. We willen samen uit de Bijbel gaan lezen. En de schriftlezing voor deze morgen, die vinden we terug in 1 Petrus 1, de versen 1 en 2, en dan verder vanaf vers 13 tot en met 25. We lezen daar Petrus, een apostel van Jezus Christus aan de vreemdelingen in de verstrooiing, in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Uitverkoren, overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus, mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. En dan lezen we verder in vers 13. Omgord daarom de lendenen van uw verstand. Wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals Hij, die u geroepen heeft, heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En als u hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heren gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. In de wetenschap, dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus als van een smetteloos en onbevlekt lam. Hij is wel van tevoren gekend voor de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u. Door hem gelooft u in God, die hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid door de geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart. U die opnieuw geboren bent,
niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Tot zover de lezing van deze morgen. We willen ook samen met de kinderen een liedje gaan zingen. En ik heb gekozen voor het liedje God kent jou vanaf het begin. Waarom? Omdat het hier ook in die lezing staat. Je bent van God. God kent jou al van voor het begin van de wereld. God kent jou zo goed dat hij alles weet wat er in je leven gebeurt. Maar dat is helemaal niet erg, dat God alles weet wat er in je leven gebeurt. God kent je door en door. En daarom weet hij ook wat het beste is voor jou. En daarom willen we samen zingen, God kent jou vanaf het begin, helemaal van buiten en van binnenin. We willen samen tijdens het zingen van het volgende lied ook de collecte houden. En de collecte van deze morgen, de eerste collecte is bestemd voor de werking van de gemeente. En de tweede collecte is bestemd voor de diaconie. En tijdens het rondgaan van de collecte willen we samen zingen, ik bouw op u mijn schild en mijn verlosser. Thank you.
Broeders en zusters, wie van jullie is al begonnen aan zijn goede voornemens voor 2020? Of wie van jullie heeft ze misschien al af? Of wie van jullie heeft ze misschien al opgeschreven en heeft zo'n lijstje vol met cliché voornemens? Ik ga stoppen met roken of ik ga stoppen met drinken. En een paar weken in het nieuwe jaar besluit je toch dat dat niet het beste idee was om te doen. Of misschien zeg je wel samen met mij, vanaf 1 januari ga ik niet meer te hard rijden. Ik heb namelijk in mijn eigen gemeente de reputatie gekregen dat ik een zware voet heb. En ik ben eigenlijk van plan daar in 2020 iets aan te gaan veranderen. Misschien zeg je wel, vanaf 1 januari ga ik meer tijd in mijn gezin steken. Maar waarom eigenlijk vanaf 1 januari? Waarom niet vanaf vandaag? Of vorige week, toen je dat goede voornemen bedacht? Dat is omdat het nieuwe jaar 2020 brengt ons de kans om het afgelopen jaar te gaan bekijken en om te zeggen wat dat we in 2020 willen gaan veranderen. Om u een voorbeeld te geven, naast mijn werk in de kerk als evangelisatiewerker en als oudste, ben ik ook een zelfstandig ondernemer. Dat betekent dat 31 december 2019 en 1 januari 2020, daar is voor mij een hele duidelijke lijn. Namelijk fiscale afsluiting, een nieuw boekjaar, andere wetten waar dat ik me aan moet gaan houden, andere financiële beleidsnormen vanuit de overheid en nieuwe doelstellingen die ik in 2020 wil gaan behalen. En al die drukte om evaluatie en het stellen van nieuwe doelstellingen, die zetten me eventjes stil bij het feit hoe dat ik daar als christen dan mee moet omgaan. Want als christenen zijn we apart gezet, dus moeten we daar ook op een andere manier mee omgaan, met het stellen van nieuwe doelen of het nemen van goede voornemens. En dan zijn de brieven van Petrus, 1 Petrus en 2 Petrus, die zijn zo rijk en zo duidelijk. En ik denk dat het goed is om niet te lang tijd tussen het lezen van de brieven van Petrus te laten. Probeer daar tijdens je leven regelmatig terug te komen en je christelijke levenswandel te evalueren. Waar Petrus ons toe oproept om aan een zekere vorm van christelijke evaluatie van levenswandel en levensmotieven te doen. Het is namelijk zo, in 1 Petrus, maar ook in 2 Petrus, daar vind ik de richtlijnen die ik als christen nodig heb om die goede voornemens te gaan stellen. Daar vind ik, als je de Bijbelse leer zo mag noemen, de christelijke filosofieën van het leven. En een van de eerste dingen die ik dan in 1 Petrus, hoofdstuk 1 en 2, tegenkom, dat lees ik in 1 Petrus 1, de versen 18 en 19. Leest u maar mee. Daar staat, in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel die u door de vaderen overgeleverd is. Maar met het kostbaar bloed van Christus als van een smetteloos en onbevlekt lam. En dan aan het begin van vers 21. Door hem gelooft u in God. Als ik een nieuwe doelstelling ga zetten in mijn leven, of in mijn bedrijf, of in mijn carrière, het maakt niet uit. Dan moet ik goed in mijn achterhoofd houden wie dat mijn eigenaar is. Christus is namelijk onze eigenaar. Niet wij zelf, zoals we dat zo graag willen denken. Nee, Christus is onze eigenaar. Het staat hier. In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, met zilver en goud of geld of materiële zaken gekocht bent. Nee, met het kostbaar bloed van Christus als van een smetteloos en onbevlekt lam. Paulus zegt het ook in 1 Korinthe 6, de versen 19 en 20. En daar lees je, of weet u niet dat u niet van uzelf bent?
U bent immers duur gekocht. We behoren onszelf niet toe, omdat Christus ons vrijgekocht heeft van de Satan met zijn kostbare bloed. Dat leert de Bijbel ons. De Bijbel leert ons ook dat we uitverkozen zijn van voor de grondlegging van de wereld en dat onze namen geschreven zijn in het boek van het leven van het Lam. We zijn uitgekozen om aan Christus gegeven te worden als deel van zijn bruid. Het is namelijk zo dat toen je tot bekering kwam door de Heilige Geest, dat je eigendom van Christus werd. Hij heeft namelijk de prijs betaald. En ik vind het zo bijzonder om te zien dat Christus met zijn bloed de prijs betaald heeft, zodat God zijn Vader u kon vrijkopen van alle zonden en u vervolgens aan Christus kon geven als zijn beloofde bruid. En dat is nu het fundament waar dat je die goede voornemens en die doelstellingen van je leven op moet gaan bouwen. Wetende dat je leven niet langer aan jezelf toebehoort, dat je gekocht bent met het bloed van Christus tijdens je bekering. En als ik dat weet, broeders en zusters, dan weet ik ook dat als Christus mijn eigenaar is, dat ik rekenschap aan hem moet afleggen. Rekenschap moet afleggen aan de eeuwige God die mij met het bloed van Christus heeft vrijgekocht van mijn zinloze levenswandel, zoals Petrus het noemt. En dan lijkt het me beter als ik daar van tevoren van op de hoogte ben. En dan weet ik het ook wel, als we dat willen doen, rekenschap aan God afleggen, ons houden aan de Bijbel, dan lijkt het wel alsof we van alles moeten gaan opgeven. Persoonlijke ambities die op de achtergrond komen. Misschien de volgende stap in de carrière die er niet meer bij kan horen. Maar tegelijkertijd, broeders en zusters, is er een vasthouden aan de belofte die God ons geeft in zijn woord. Vasthouden aan de belofte dat hij voor ons wil zorgen en dat hij een beter plan heeft met ons leven. God stuurt zijn volk in ballingschap, ver van het land dat hij aan hun beloofd heeft. En dan spreekt hij door de profeet Jeremia tot zijn volk. En weet u wat hij dan zegt? Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede, niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. En dan stonden de Joden daar, in ballingschap, ver van het land dat God hun beloofd heeft. En toch is dat schijnbaar ten goede voor het plan dat God met ons heeft. We moeten inderdaad soms wat opgeven. Maar als ik weet dat God een goed plan met mijn leven heeft, een plan dat altijd beter is dan wat ik als mens ooit kan bedenken, een plan dat beter is dat ik als mens ooit in mijn leven kan uitwerken, dan geeft dat mij rust. Om te weten dat ik onder het bewind van die God vrijgekocht ben van mijn zinloze levenswandel. En dat ik dan in dat uitbeeldende plaatje van een slaaf val. Want dat is eigenlijk het plaatje dat Petrus gebruikt. Iets meer dan een jaar geleden kwam er in Tongeren een student uit Zeeland preken. En hij sprak over de nagel die door het oor van een slaaf heen geslagen werd. Niet zomaar, dat kon alleen maar als iemand zijn tijd van straf had uitgezeten. Of als er een jubeljaar was. En als de straf van zo'n slaaf dan voorbij was, hij had bijvoorbeeld zijn schuld terugbetaald aan de schuldeiser, dan kon hij tegen zijn meester zeggen: u zorgt zo goed voor mij. U bent een eerlijke meester. U wil ik voor altijd blijven dienen. Die slaaf die kiest er dan voor om bij zijn meester te blijven.
En dan mocht zo'n meester zo'n slaaf meenemen naar de deur en een nagel door het oor van die slaaf heen slaan als teken van de levenslange band die zij samen als slaaf en meester afsluiten. Zo is het eigenlijk ook met de relatie die wij hebben met Christus. Die student die bij ons kwam preken, die vroeg dan ook aan ons, laat u de nagel door uw oor heen slaan. Niet letterlijk, broeders en zusters, figuurlijk. Dat is namelijk wat je nodig hebt bij de gedachte van Gods eigendom zijn. En dan spreken we niet over een slaafse gehoorzaamheid waar een marteling en slaag is als je niet luistert. De slaafse gehoorzaamheid die we als mensen kennen. Nee, dan spreken we van een gehoorzaamheid die je aan God wil geven, omdat je weet dat het plan dat Hij met je heeft beter is. John MacArthur, een Amerikaanse predikant, die zegt in een van zijn preken, hernieuw je eed van gehoorzaamheid. Als je een nieuw jaar begint, hernieuw dan je toewijding aan God. Maar wacht eens, waar komt dat verbond dan tot stand? In hoofdstuk 1, vers 2. Daar staat het hele punt van uw redding. En dat is om u tot gehoorzaamheid aan God te brengen. En als ik vers 2 lees, dan lees ik daar, uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Christus. Dan moet ik zeggen, broeders en zusters, we worden opgeroepen door de heiliging van de Geest tot gehoorzaamheid aan Christus. Niet zoals we het net al zeiden, in een slaafse gehoorzaamheid, nee, niet in een zwaardrukkende gehoorzaamheid, in een vreugdevolle gehoorzaamheid. Je weet dat God een beter plan heeft met je leven en daarom wil je hem volgen. En misschien realiseert het zich nog niet helemaal. Maar toen dat u Christus aanvaarde als uw redder en verlosser, als uw Heer en Meester, toen dat u uw zonde beleed en aan hem vroeg om u te redden van uw zinloze levenswandel, toen heeft u gelijktijdig een eed van gehoorzaamheid aan Christus afgelegd. Toen u Christus aanvaarde als uw redder en verlosser, toen liet u eigenlijk figuurlijk Christus die nagel door uw oor heen slaan. Elke zondag beleid ik het in Tongeren, in de gemeente. En we hebben het hier deze morgen ook gedaan, in de apostolische geloofsbelijdenis. En dan zeggen we in de eerste zin, ik geloof in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon. En dan volgt het. Onze Heere. Als u dat leest, dan zegt u het eigenlijk elke zondagochtend. Hij is onze Heer. Hij is onze Meester. En dat betekent automatisch dat u onderdanig aan hem bent. Dat u, als we in dat plaatje mogen blijven, zijn slaaf bent. En dan nog iets dat ons misschien niet direct opvalt aan dat tweede vers. We worden niet alleen opgeroepen tot gehoorzaamheid aan Christus, maar ook tot besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. En wat betekent dat dan? Besprenkeling met het bloed van Christus. Dat is nu niet direct iets dat we kennen, hè, in onze kerken. We hebben net de kerstgeschiedenis gehad, of het paasverhaal. Ik heb nog nooit meegemaakt dat we besprenkeld werden met het bloed van Christus. En dat is misschien maar goed ook, want dat zouden we raar vinden. Dat past niet in onze tijd. Maar dan moeten we weten dat Petrus zijn Oude Testament kent. En dat hij uit het Oude Verbond komt. En als je dan in je Bijbel terugbladert en je gaat naar het tweede boek van het Oude Testament, Exodus. En je legt open Exodus 24. Dan lezen we daarover een ontmoeting tussen God en tussen zijn volk. Dan lezen we daar over Mozes die vanaf hoofdstuk 20 tot en met hoofdstuk 24 de wetten en de geboden van God ontvangt. En dat hij die in hoofdstuk 24 vers 3 gaat onderwijzen. Daar lezen we,
Exodus 24, vers 3. Mozes kwam terug en vertelde al de woorden van de Heer en al de bepalingen aan het volk. Dus Mozes, hij heeft van God onderwijs ontvangen en hij geeft dat door aan het volk van Israël. En wat antwoordt het volk van Israël dan? Toen antwoordde heel het volk eenstemmig en zij zeiden, al de woorden die de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. Broeders en zusters, dat is een eed van gehoorzaamheid. Mozes die in eerste plaats de wet en al het onderwijs mondeling doorgeeft. En daarna, dat lees je in de versen die volgen, dan schrijft hij ze op in een boek. En hij, om ze te gaan bevestigen, bouwt hij een altaar. En dan begint er een offerande. Er worden dieren geslacht als offer voor God. En dat zullen er waarschijnlijk heel veel geweest zijn, want er zijn 1 tot 2 miljoen mensen die uit Egypte geleid zijn. En in vers 6, dan lezen we hoe dat Mozes het bloed van die offers opvangt in bassins. En dan moeten we niet denken aan een grote diepe kom, maar dat is een grote platte schaal waarin hij de helft van het bloed van die offers opvangt. En de helft daarvan, die sprenkelt hij uit over het altaar. En dan begint Mozes opnieuw, in vers 7. Hij neemt het boek van het verbond en las dit ten aanhoren van het volk voor. En het volk antwoordt, alles wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen en hem gehoorzamen. Ze sluiten een verbond met God. God die zegt, hier is mijn wet, hou je eraan en ik zal je zegenen. En er zijn de mensen, het volk Israël, die antwoordt, wij zullen u gehoorzamen en wij zullen ons aan die geboden gaan houden. En weet je dan hoe je in het Oude Testament, hoe sowieso in de geschiedenis, zo'n verbond bezegeld wordt? Door bloed. En dat gebeurt hier bij Mozes ook. Dat lees je in vers 8. Toen nam Mozes het bloed, sprenkelde het op het volk en zei, zie, dit is het bloed van het verbond dat de Heere met u gesloten heeft op grond van al die woorden. Er is een soort handtekening onder een contract tussen God en het volk van Israël. De verzegeling met het bloed als een besluit. Dat de Joden hebben gezegd, wij willen die wetten en die geboden van God gaan onderhouden. En God die zegt, als je dat doet, dan zal het je tot zegen zijn. En dat is de gedachte die Petrus in zijn hoofd heeft als hij die woorden van gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Christus uitspreekt. En met dat beeld in onze gedachten, dan moeten we teruggaan naar 1 Petrus 1. En dan kunnen we onszelf de vraag stellen. Toen we naar Christus toe gingen en toen we Christus om vergeving van al onze zonden vroegen, toen vervulde hij zijn kant van de belofte. Hij schonk ons vergeving van de zonde. Hij schonk ons alles wat aan die belofte toebehoorde. En wat was dan onze kant van de belofte? Gehoorzaamheid. Onze belijdenis dat Christus onze Heere is, brengt ons tot gehoorzaamheid aan God. Soms dan denk ik dat we de genade een beetje uit balans bekijken. En dat komt misschien ook wel, omdat het soms lang geleden is dat we die eed van gehoorzaamheid nog eens hernieuwd hebben, zoals John MacArthur het zegt. Misschien is het dan goed om dit einde jaar, deze jaarwisseling, als je al die evaluaties hebt en als je nieuwe voornemens gaat stellen, om die eed van gehoorzaamheid aan God nog eens te herhalen, nog eens te overdenken. Het is zo, een broeder van onze gemeente, die heeft die nagel die die predikant toen aan ons heeft uitgedeeld, nog altijd in zijn binnenzak. En soms dan ben ik bij hem en dan haalt hij die nagel uit zijn binnenzak en dan zegt hij, kijk, ik heb die nagel nog van die ene preek die man toen heeft gehouden. En dan zeg ik, ja Erik, weet je nog wat die nagel betekent? Zijn antwoord is wel niet altijd helemaal juist, maar hij heeft het doel begrepen. Hij zegt, ja, dat heeft mee te maken met hoe dat Christus aan het kruis is gestorven voor onze zonden en hoe dat wij hem nu moeten volgen en nu naar hem moeten luisteren.
We zijn door het feit dat we Christus belijden als onze Heer en Redder en Verlosser gehoorzaamheid aan Hem verschuldigd. We moeten eigenlijk tegen Christus zeggen, toen ik u vroeg om vergeving en u me het eeuwige leven en eeuwige redding schonk en u beloofd heeft om voor mij te zorgen, toen sloot ik een verbond met u. Toen beleed ik automatisch dat u mijn Heer en mijn Redder was. Toen beleed ik automatisch dat ik gehoorzaamheid aan u verschuldigd ben. Het is ook daarom dat Jezus zegt in Johannes 14, vers 21, als je mij lief hebt, dan onderhoud je mijn geboden. En dan weet ik het wel, broeders en zusters, dat gaat ons nooit lukken om ons deel van het verbond te gaan vervullen. We worstelen allemaal met geestelijke gehoorzaamheid. We worstelen allemaal met het onderhouden van de 10 geboden. U en ik, wij kunnen die geboden niet onderhouden. U en ik, wij kunnen niet gehoorzaam zijn aan God. We lopen keer op keer weer tegen die menselijke natuur aan. Tegen die zondes die we doen. Maar die strijd, die wordt wel veel gemakkelijker. En die overwinning, die wordt steeds waarschijnlijker als je die eed van gehoorzaamheid aan Christus regelmatig herhaalt. Ik zei het al aan het begin van de preek. Je moet nooit te lang wachten voordat je de brieven van Petrus weer openslaat. Je moet sowieso nooit te lang wachten voordat je je Bijbel weer openslaat. Niet alleen, de brieven van Petrus zijn belangrijk. Heel Gods woord is belangrijk en dient tot bemoediging en vermaning. Want bij het nemen van keuzes, broeders en zusters, bij het stellen van nieuwe voornemens, moet je jezelf altijd baseren op het Bijbelse fundament dat er in je leven is. Petrus zegt in hoofdstuk 1, vers 13, omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Omgord daarom de lendenen van uw verstand. Letterlijk vertaald staat daar, bind alle losse eindjes van je gedachten samen. Het is een ontzettend belangrijk statement die Petrus maakt in zijn brief. En het is ook een voorbeeld dat je in de tijd van Petrus op veel manieren kunt gebruiken. Maar om binnen het thema van die geestelijke strijd te blijven, gaan we even kijken naar het voorbeeld van omgord uw lendenen van uw verstand van de Romeinse soldaat. Je hebt het plaatje misschien wel voor je. Je hebt het misschien wel vaak gezien. Een Romeinse soldaat die ten strijde moet trekken. En stel nu voor, zo'n soldaat trekt ten strijde en hij heeft allemaal loshangende kleding. En hij staat daar te strijden op het slagveld en er komt wind van achteren en zijn mantel waait zo omhoog zijn gezicht in. Ja, u begrijpt wel, die soldaat kan niet verder strijden. Of misschien als hij zo zijn wapen trekt, dat hij in zijn kleren blijft hangen, kan hij ook niet vechten. En misschien belangrijker nog wel, als het er in een man-op-man gevecht op aankomt, dan kon het zomaar gebeuren dat zo'n loszittend stuk kleding het handvat was om je tegen de grond te werken. Daarom dat zo'n Romeinse soldaat alle loshangende kleding vaststeekt onder zijn riem. Zodat er geen handvat is voor de vijand of iets dat hem in de weg kan zitten tijdens de strijd. We moeten dus zorgen, broeders en zusters, dat de losse eindjes van onze levens geen handvatten gaan worden voor de Satan om ons tegen de grond te gaan werken. We moeten zorgen dat de losse eindjes van onze gedachten worden vastgebonden bij het Bijbelse fundament, bij de vaste Bijbelse waarheden in onze levens. En dat kun je alleen maar doen door ervoor te zorgen dat je overtuiging, je levensovertuiging, Bijbels gegrond is en dat je ze goed kent. Er eigenlijk voor te zorgen dat je de Bijbel goed kent en ook gebruikt in je leven. Ik lees dan in 1 Petrus 2 vers 1. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij.
En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. Petrus die zegt, op dezelfde manier dat een baby naar melk verlangt, zo moeten wij verlangen naar het woord van God. Als een babytje geboren is, en dan moet ik alvast van tevoren mijn excuses aanbieden dat ik dat zeg, waar alle vaders ook bij zitten, sorry moeders, maar als een babytje geboren wordt, dan geven ze niets om de inrichting van hun kamer, ze geven niets om de kleuren aan de muur, en ze geven niets om de dekentjes die je gekocht hebt. Ze geven maar om één ding. Dat is melk. Overleven op melk. En het is ook nog eens zo dat als ze melk gedronken hebben, dat je als ouders dan verantwoordelijk bent voor alle gevolgen die daaraan vasthangen. Voor een babytje draait het alleen maar om die melk. Petrus die zegt dus eigenlijk, zoals dat babytje een enkelvoudige focus heeft op die melk die hij moet drinken, zo moeten wij als christenen een enkelvoudige focus en passie hebben voor het woord van God. Zo moeten wij als christenen zo gefocust zijn op dat woord van God tot ons te nemen om erdoor te gaan groeien. Om erop te kunnen bouwen. Want dat woord van God, dat is waar dat onze levensovertuigingen vandaan komen. Ik weet niet of jullie het boekje kennen, Jezus onze bestemming, van dominee Wilhelm Busch. Hij heeft zijn passie voor het woord van God in enige zin wel juist zitten. Hij schrijft helemaal in het begin van zijn boek over een ontmoeting met een mijnwerker. Ik lees het even voor. Daar staat, jaren geleden liep ik op een dag in Essen door de stad. Twee mannen stonden op de stoep. Kennelijk mijnwerkers. Toen ik voorbij liep, groette de ene, dag dominee. Ik liep naar hem toe en vroeg, kennen wij elkaar? Hij begon te lachen en zei tegen de andere, dat is dominee Busch, een heel fatsoenlijk man. Dank u, zei ik. En toen vervolgde hij heeft helaas een tik. Ik viel verontwaardigd uit, wat heb ik? Een tik, hoezo heb ik een tik? En toen herhaalde hij, werkelijk, de dominee is een heel fatsoenlijke man. Hij heeft het alleen altijd over Jezus. Man, riep ik verheugd uit, dat is geen tik. Over 100 jaar bent u in de eeuwigheid. En dan hangt alles ervan af of u in uw leven Jezus hebt leren kennen. Daarvan zal het afhangen of u in de hemel bent of in de hel. Zeg eens, kent u Jezus? Zie je wel, zei hij en wendde zich lachend tot de ander, daar begint hij alweer. Broeders en zusters, die overtuiging die dominee Busch heeft, die komt uit de Bijbel. En die passie die hij heeft om over Jezus te praten, die wordt gevoed vanuit de Bijbel. Vanuit zijn relatie met God. Wij moeten dat ook hebben. Zo'n passie voor God. Zo'n passie voor het evangelie. Zo'n passie voor de gehoorzaamheid aan God. En wat moet je dan doen om jezelf ook zo te voeden vanuit het woord van God? Dan moet je die Bijbel nemen. En dan moet je die openslaan. En dan moet je daarin beginnen te lezen. En net zoals in elk ander boek, dan krijg je daar informatie uit. En op den duur ga je leren begrijpen wat dat er staat. En als je dan verder leest, of je leest de Bijbel nog eens een keer, dan wordt die informatie de waarheid voor je. Door de leiding van de Heilige Geest wordt het je geloof. Het gebeurt dan dat je net zoals een babytje die heel veel melk drinkt, dat je een andere kledingmaat moet gaan dragen. Dat je groeit in je geloof. En als je de Bijbel dan nog eens leest, dan wordt je geloof dat nog een beetje twijfelachtig is, dat wordt dan een overtuiging. Dat wordt dan een levensovertuiging. En een levensovertuiging is al zo krachtig dat het je leven regeert. En dat het je helpt bij het maken van keuzes. En als je die Bijbel dan nog eens leest, dan, en je blijft Gods woord als voeding tot je nemen,
dan wordt die levensovertuiging een diep gebonden affectie. Een diep in je hart gewortelde liefde voor God. Dan komt het moment dat je samen met David kan zeggen wat dat er in Psalm 119 geschreven staat. Daar staat dan: hoe lief heb ik uw wet. Blijf maar trouw aan die Bijbelse overtuigingen. Totdat je samen met David kunt zeggen: hoe lief heb ik uw wet. Niet hypocriet, zoals de schriftgeleerden dat doen. Die proberen de wet van Mozes te omzeilen. Niet met twijfel of met dubbele gedachtes. Want dat zijn de sterkste wapenen van de Satan om tegen je te gebruiken. Twijfel is niet alleen het grootste wapen van de Satan, het is ook het grootste wapen dat op het slagveld gebruikt wordt. In 2 Kronieken 32, daar lees je over de strijd tussen Assyrië en Juda. En je leest dan dat koning Hiskia officieren aanstelt in zijn leger. En in 2 Kronieken 32, vers 7, geeft hij dan een boodschap aan hun mee. En hij zegt: wees sterk en moedig. Wees niet bevreesd en niet ontsteld vanwege de koning van Assyrië. En ook niet vanwege heel de troepenmacht die met hem is. Want met ons is meer dan met hem. Met hem is een vleeselijke arm. Maar met ons is de Heere, onze God, om ons te helpen en onze oorlogen te voeren. Zou het niet prachtig zijn als dat de toespraak is die we aan onze soldaten mee kunnen geven? Zou het niet prachtig zijn als dat de toespraak is die we mee kunnen nemen in onze geestelijke strijd? Maar dat zou niet helemaal waar zijn. Tenzij mensen de eed van Gods gehoorzaamheid afleggen. Zijn naam belijden. Christus belijden als Heer en Meester. Want God beschermt zijn volk. En daar behoor je pas toe als je deel hebt aan dat verbond. Broeders en zusters, als je weet dat je Gods eigendom bent. En als je weet dat je gehoorzaamheid aan God verschuldigd bent, dan weet u ook heel goed dat u dat zelf niet kunt. Dan ontstaat er een strijd in je leven om trouw te blijven aan de Bijbel, aan het woord van God, trouw te blijven aan God. Want we kunnen God niet gehoorzamen. We zijn maar mensen. En dan vind ik het zo bemoedigend om te lezen over die strijd in 2 Kronieken 32. En als je tijd hebt, dan moet je dat maar eens lezen vanmiddag. Lezen over hoe God helpt en steunt als je erom vraagt. En hoe God wil leiden in de geestelijke strijd die er ook in u en jouw leven zal zijn. God wil je helpen. Ook in het nemen van goede voornemens. Of het stellen van nieuwe doelstellingen. Want als je dat gaat doen, dan zal er automatisch strijd komen in je leven. God wil je ook helpen als we straks 2020 ingaan. Misschien is het dan goed, aan het einde van het jaar, op het moment van evaluatie en nieuwe voornemens, om die eed van gehoorzaamheid in je leven eens te gaan herhalen. Eens te gaan vernieuwen. En daar eens bij stil te staan. En laat je daarin maar door Gods woord leiden. En laat je dan ook maar door Gods woord leiden in het stellen van die nieuwe doelstellingen. John MacArthur die zei eens, en daarmee wil ik afsluiten: weet u wat beproevingen doen? Beproevingen, geestelijke strijd. Ze scherpen u aan. Ze bouwen u op en ze bevestigen uw geloof. Een beetje, broeders en zusters, zoals in het liedje van Ellie en Rickert. Kneed mij, Heere God, ook als het soms wel eens pijn doet. En laat de Heere God je dan maar kneden. Ook als het soms wel eens pijn doet en als het niet loopt zoals je het zelf wilt. Laat God je leven maar leiden. En er zal zegen in je leven komen. Door alle moeite, zorgen, verdriet, maar ook door alle blijdschap
en vreugde heen, zal er zegen in je leven komen. Amen. We willen samen gaan zingen Jezus vol liefde. We willen samen de Heere gaan bidden en danken. En ik wil graag aan jullie vragen of dat er misschien enkele mensen zijn die iets hebben om voor te bidden of misschien juist wel om voor te danken. Misschien is er iemand. Voor alle mensen die alleen zijn, geen familie hebben of vrienden en deze feestdagen zijn moeilijk en zwaar. Nog iemand die iets heeft om voor te bidden? Ja. Nog iemand die iets heeft? Ja. Zij is... Ja. Ja, ze is ziek, zei je. Misschien nog iemand. Ja, zegt u maar. Ja. 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 Dat de christenheid mag volharden tot het einde. Nog één iemand... Sorry, dat kan ik niet verstaan. Het zusje van mama Lies. Ja? Goed, dan willen we samen de Heere gaan bidden en danken. Trouw Vader in de hemel, dank u wel. We hebben het zojuist zo mooi mogen zingen. Jezus vol liefde. U bent een God die ons liefde wil tonen door uw Zoon. Dank u wel dat u dat gedaan heeft. Dat u dat gedaan heeft met kerst en dat u dat elke dag opnieuw wil doen.
Dat u dat gedaan heeft van kerst tot Goede Vrijdag, tot Pasen. Dank u wel dat u uw Zoon naar deze wereld heeft gezonden tot vergeving van al onze zonden. Ja, we mogen u danken. Danken, Vader, dat we deel mogen hebben aan die genade. Danken dat u onze zonde heeft vergeven, als we die beleden hebben. En we mogen nu bidden. Bidden, Vader, voor elkaar. U weet het, Vader, in onze harten leven noden, zorgen en moeite. Ook noden en zorgen die we misschien niet direct met elkaar durven delen. Vader, wilt u dan toch zorgen? Zorg, Vader, dat we die noden en zorgen bij u mogen brengen en bij u mogen laten. En dat we het ook niet zullen vergeten om voor elkaar te bidden in de week die komt. Ook om voor elkaar te bidden, ja, Vader, voor de noden en zorgen die we niet met elkaar gedeeld hebben. Vader, we mogen nu ook bidden voor de dingen die op ons hart liggen. Vader, ik denk dan speciaal aan zij die alleen zijn tijdens de feestdagen. Vader, u weet het, hoe moeilijk dat soms is. Wilt u toch zorgen, Vader, dat dan uw genade en uw evangelie op dat moment vreugde mag brengen en hoop. Vader, dat het de eenzaamheid zal verlichten. Vader, we mogen nu ook speciaal bidden voor zij die ziek zijn. Vader, we denken ook aan degenen die hier niet konden zijn deze morgen omwille van hun ziekte. Wilt u toch alstublieft bij hen zijn en hun genezing brengen. We denken ook aan onze zuster achterin de gemeente, Vader. Schenk haar toch alstublieft genezing en zegen haar toch. We denken ook aan de voeten waar nog zoveel pijn aan is, Vader. Wilt u de pijn toch alstublieft verlichten? En schenk toch ook de dokters wijsheid dat ze oplossing en genezing mogen brengen. We denken ook aan het zusje van mama Lies, Vader. Wilt u haar toch alsjeblieft ook genezing brengen. En voor bemoediging zorgen. Voor een ieder wie ziek is of zieke mensen om zich heen heeft. Zorg, Vader, dat er bemoediging zal zijn vanuit uw woord en dat er hoop gegeven mag worden vanuit uw evangelie. Vader, wil u ook samen bidden. Of u met ons mee wilt gaan op de weg van gehoorzaamheid. Of u met ons mee wilt gaan op de weg, Vader, de weg waarin zoveel moeite en zorgen lijken te zijn. Vader, de weg van gehoorzaamheid die we niet zelf kunnen voltooien. Schenk ons dan toch alstublieft, Vader, door uw geest de volharding die we nodig hebben om u te blijven volgen. Niet altijd alleen, maar ook samen, Vader. Dat we als gemeente en als één algemene heilige christelijke kerk, dat we van u de volharding daarin mogen ontvangen. Vader, wil u ook danken voor de oogoperatie van onze zuster die zo goed mocht verlopen. Ja, Vader, dank u wel dat u daarin bij ons bent. Dank u wel, Vader, dat u ook vandaag met ons mee wil gaan. Dank u wel dat u in ons midden was. En dank u wel, Vader, dat we samen mochten komen tot uw eer en uw glorie. Vader, dank u wel dat u dat zo geleid heeft. En we bidden u, ga met ons mee en bemoedig ons, blijf ons bemoedigen door uw woord. En zorg, Vader, dat we allemaal dit woord in ons hart mee mogen nemen en het in de komende tijd, Vader, weer tot bemoediging en uitwerking mogen laten zijn in onze levens. Ja, Vader, daarvoor bidden wij u en daarvoor danken wij u. In Jezus' naam en uit genade alleen. Amen. We willen samen als slotlied rechtstaande gaan zingen wat de toekomst brengen mogen.
dan wil ik jullie zo meteen na de zegen van harte uitnodigen voor koffie, thee. En ik heb gezien dat er ook nog wat lekker staat. En misschien wel een goed gesprek met elkaar. En vergeet vooral niet om woensdag hier samen met de gemeente ook het nieuwe jaar te beginnen om 11:00. Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. Hij doet zijn vriendelijk aangezicht over u lichten en zij u genadig. Hij verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede en rust voor je hart en ziel. In de gemeenschap met de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Een fijne en gezegende zondag.